600 schapen die van Berlijn naar Brussel trekken. Geef toe, het is geen alledaags gezicht. De bedoeling van dit initiatief is aandacht vragen voor de schapenhoeders, voor de schapen zelf en voor de biodiversiteit. Want daar zijn schapen naar verluid erg belangrijk voor. De trektocht passeert op dit ogenblik door België. We willen als Limburgers met een hart voor biodiversiteit heel graag de herderstaf overnemen van onze collega-herder uit Oost-Limburg, die hem op zijn beurt overgenomen heeft van een Duitse collega. Het zal je als schaap maar overkomen voor de kar gespannen worden van het goede doel en van Berlijn naar Brussel moeten stappen. Geen weekenduitstap. De voorbereiding heeft eigenlijk veel werk gevraagd. Je moet aan verschillende instanties doorgang vragen, spoorwegen. Er zijn nog wel enkele gebieden waar we problemen gehad hebben, maar de tocht is uitgestippeld nu. Het praktische komt nu aan en dat gaat voor ons natuurlijk een pleziertocht worden. Dat wordt een reis. We hebben heel veel vrijwilligers die ons helpen, die meegaan. En dat wordt een mooie tocht. Nee. Misschien is de link tussen biodiversiteit en een schapentrek u niet meteen helemaal duidelijk. Herder Johan legt het ons haarfijn uit. Onze natuur is alsmaar meer en meer versnipperd en een kudde schapen kan als het ware een verbinding vormen tussen de verschillende natuurgebieden. Een schaap kan zaden verspreiden, het blijft in de wol hangen. Kleine insecten, sprinkhanen, andere insecten kunnen op de schapen springen en kunnen daar tot een half uur op blijven zitten. En zo kunnen we schapen van het ene gebied naar het andere gebied verspreiden. Op 14 september komen kudde en herder hopelijk aan in Brussel, waar ze zullen langsgaan bij de bevoegde Europese ministers. De liefhebbers kunnen de tocht helemaal volgen op www.movingsheep.be.